het ministerie van Economische Zaken van minister Reshma Kuldeep Singh. Die heeft er een minibeurs georganiseerd waar een aantal lokale ondernemers deel aan hebben genomen. TBN, Prime Alert, die was er ook aanwezig en we hebben er gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende ondernemingen. En het is allemaal mooi te zien dat in deze uitdagende tijden er nog altijd Surinamers zijn met hun hart op het juiste plek en ervoor gaan om Surinaamse producten op de markt te brengen. Ze geven het allemaal aan. Het is een heel moeilijk proces. Vooral de economie, die zit er niet altijd mee, maar zij geven er niet op. De naam is Santusha Mohammed Ihsan. Ik ben quality supervisor binnen Bonanza Agro Industries. Ja, wat kunt u ons over Bonanza Agro Industries vertellen? Hoe lang bestaan jullie er? Wat doen jullie er allemaal? Bonanza Agro Industries is een ondernemend bedrijf die zich eigenlijk focust meer op het telen van groente en fruit in Brokopondo. We zijn opgericht in 2017, waarbij we echt operationeel zijn in 2019. En wat is de exacte reden geweest om daarmee te starten? Het doel van Bonanza Agro Industries is natuurlijk om een voedselschuur op te zetten en in feite ook de ondernemers in Brokopondo bewust te maken om in feite dan te telen. Ja. En de start, dat is geweest door eigen inzet, eigen kapitaal of door tussenkomst van de overheid? Nee, de start is geweest natuurlijk door de directeur, de operation manager. Zelfs dat is daar de heer Linus Dico. Hij is dan gestart met het oprichten van het klein bedrijfje, waarbij hij nu in feite, zoals ik heb aangegeven, operation manager is. We hebben nu als directeur mevrouw Letitia Meulenhof. Zij is de directeur. Bonanza Agro was toen een eenmansbedrijf en is nu een NV. En wat telen jullie allemaal? We telen groenten en fruit. Zoals u hier op onze tafel ziet. Kunt u wijzen in de camera wat jullie hebben? Zoals we zien hebben we dan onze kool. Ja, oké. We hebben onze kool. Blijf je zitten. Oh ja, oké. We hebben onze kool, sorry. Dit zijn eigenlijk feiten ook een van de meeste gewassen die we groot telen. De boulanger, de sopropos, dit zijn ook de normale size sopropos. En we telen dan ook verse peper en nog alle andere gewassen. En dat is allemaal voor de lokale markt? Nu momenteel is het voor de lokale markt. We leveren ook aan multinationals. En het opzet hiervan is natuurlijk ook om naar buiten te gaan binnen de Europese Unie en het Caribisch gebied. Ja. En ligt het ook in de bedoeling om meer te gaan planten? Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. We willen dan in feite, zoals is aangegeven, een voedselschuur worden. En in feite dan de bewoners of de mensen in Brokopondo dan in feite om aware te maken. Dat ze dan eigenlijk kunnen bundelen om Bonanza tot een voedselschuur te maken. Ja, dus eigenlijk Brokopondo al heel omtrent. Jullie gebruiken dus geen pesticiden? We gebruiken wel pesticiden, daar sluiten we niet uit. Maar er zijn natuurlijk standaarden waaraan we houden. Natuurlijk de veiligheidstermijnen moeten we in acht nemen wanneer we dan zo'n middel gebruiken. En dat is allemaal, we gebruiken eigenlijk overal meer biologisch. En het verschil, waaraan ziet u dat allemaal? Het verschil is wanneer u hem eigenlijk zou kunnen keuren. Dat kunt u zien eigenlijk was dan zo'n gewas voldoet aan zijn eisen. En waarmee zouden jullie bijvoorbeeld verder willen uitbreiden? We willen natuurlijk ook gaan in veeteelt. Maar dat is nog later in een later stadium. Ja. Er zijn dan ook nog nu andere ondernemingen die eenzelfde doen. Hoe proberen jullie te onderscheiden van de rest? We proberen natuurlijk ons te onderscheiden door voedselveilig te telen. Dat is een van ons main focus. Voedselveilig en natuurlijk ook uitschieter worden binnen de maatschappij. Ja. En jullie hebben vandaag een podium aangeboden gehad vanuit het ministerie van Economische Zaken. Wat betekent een dergelijke activiteit voor een onderneming als die van jullie? Het is natuurlijk voor ons een deuropening dat we onze producten die we nu zwaar telen dan mogen promoten. Het is hard gegaan. We hebben alle toch wel verkopen gedaan wat eigenlijk niet echt in onze bedoeling zat. Maar het is gelukt en de groenten zijn in smaak gevallen. Ja.
De Surinaamse economie, ja, we zien heel wat fluctuaties in die economie. Dan gaat het goed, dan gaat het minder goed, dan gaat het slecht. Ja. Welke effecten heeft dat op jullie onderneming? We blijven doorzetten. We blijven doorzetten. We blijven voedselveilige producten te gooien op de markt. En dat is hem vooral. Bij ons steeds vooral in feite dan. Bij ons gaat in feite even hierom, ja, je kunt zeggen de zoals ik heb aangegeven, het voedsel veilig telen. Ja. En hoeveel mensen hebben bij jullie employ? Op dit moment hebben we een ploegendienst. Ik dacht dat we zo ongeveer naar schatting, dacht ik een 40 man. Ja, op de farms. Okay. Ja. Ja, en allemaal in Brokopondo zelf? Allemaal in Brokopondo. Op één plek? Op één plek, ja, één lokaal. Dan wordt geplant, daarna geoogst en daarna? En daarna wordt hij dan getransporteerd naar de stad in onze verwerkingsfaciliteit. Heel mooi om dat allemaal te zien. Had u, dat stel ik u daartoe de gelegenheid om een beetje reclame te maken voor Bonanza. Wat zou je willen zeggen? Ik zou zeggen, ja, koop ons producten. We zijn er op de markt. We zijn er om de markt dan te voorzien van groenten en fruit. Op dit moment heb ik natuurlijk alleen groenten uitgesteld. Dit zijn onze main producten. Maar ja, we willen eigenlijk de markt ook niet verzieken door dure groenten te verkopen aan jullie. Ik ben Urmila Sitaal en ik ben van Shana's Food. Ja. Hoe lang bestaat Shana's Food er al? Ik deed al catering en zo, maar nu promoot ik het gewoon in het openbaar. Dus het is al bijna, ik moet zeggen, 10 jaar al ben ik hierin. Maar nu is het in het openbaar. Okay. Jawel. En wat brengt u allemaal? Wat verkoopt u allemaal? Als het aan catering ligt, dat doe ik alles. Wat eten betreft, doe ik alles. Maar vandaag had ik echt een pompoen cake op de markt. Dat wij in de camera, ja? Dat is het hier. Mm-hmm. Dat had ik zo. Deze is die pompoen cake. Dus dat moest ik eigenlijk hier promoten. En het ging over label en dingen, dus ja. Mm-hmm. Pompoen cake, is dat iets nieuws op de markt? Oké, misschien weten mensen het, want anderen maken het wel, maar misschien halen ze het niet op de markt gewoon. Dus gewoon iets even uitgeprobeerd. Ja. Hoe is de reactie? Tot nu toe wel goed. Ze vonden het wel lekker, dus ja, het ging wel. Ik zie dat u ook de bekende hapjes hebt van bara tot lumpia, maar ook chutney. Ja, chutney ook. Maya chutney heb ik. Maar deze is gewoon uitgekookt, dus het is ook vetvrij. Het is gewoon uitgekookt en alles gewoon erin gemixt. Ja. En wat wilt u allemaal hiermee? Waartoe moet dit gaan uitgroeien? Mijn streven is om gewoon alles even te kijken wat ik kan, wat ik het op de markt kan doen daarmee. Dus laat zien hoe het gaat. Ja. En hoe loopt het met dat stukje van de catering? Het gaat wel hoor, het gaat wel. Ja. Probeert u zich te onderscheiden van de rest? Zo. Want anderen doen dat ook, ja? Ja, iedereen doet het, maar oké, ieder is voor zichzelf, weet je. Dus voor mij is het gewoon, laat me de mijne even promoten. Ja. De bedoeling is wat? De bedoeling is dat mensen dit bij je kunnen bestellen. Wat is het precies? Ja, iedereen kan bestellen. Dus er staat ook een nummer erop. En het is van Shana's Food and Drink. En het telefoonnummer staat ook erop geschreven. Dus vandaag was het eigenlijk een showcase. Ja. Met social media, bent u ook daarop? Op Facebook? Nu ben ik begonnen ermee. Ja, nu. Als mensen iets van Shana's Food wil, dan kunnen ze... Ja, ja, dat zijn ze net. Ik ben op FB, ja. Veel succes. Dank u wel.